eerste ingang. En dit is altijd mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Meijers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben thuis van het werk en Linda is flink hier bezig geweest. Want ze had vandaag een dagje vrij van het werk. Dus ze is nu heerlijk aan het lunchen. En ik wou een tosti maken. En het apparaat is nou klaar. Oh. Zijn minis. En dan leg ik die lekker hier erin. Dus ja goed. Moet nog even een paar minuutjes. En dan kunnen we heerlijk lunchen. En ja goed. Ik ga dadelijk even nog een en ander nog doen. En dan is dat ook alweer klaar. Yes. Oké. Okay. Zo, ik ga heerlijk lekker tosti dadelijk eten en ook dadelijk even de analyse even nakijken. Moet even kijken wat apparaat is. Hé Linda, lekker een dagje vrij hè? Mm-hmm. Heerlijk. Zo, we zijn even weer een tijdje verder en ik heb de wc even helemaal schoongemaakt en wel. En ik ben boven hier bezig geweest. Zoals jullie zien heb ik hier en hier heb ik de hele badkamer heb ik schoongemaakt. Schoongemaakt en wel. Dus dat is ook weer heerlijk. Schoon. Dus ik ga het hier even alles terugzetten. En dan ga ik dadelijk heerlijk douchen. Zo, en ik heb ook gelijk de bedden even opgemaakt hier. En bij ons heb ik ook even opgemaakt. En ik heb even de rest allemaal weer netjes teruggezet. Zoals jullie zien. Alleen die, dat doe ik zo meteen. Maar dat komt dan dadelijk weer. Dus in ieder geval, ik ga me nog even heerlijk lekker douchen. En dan spreek ik jullie zo. Zo, zoals jullie zien ben ik heerlijk gedoucht en wel en omgekleed. Dus ja, dat hebben we ook wel allemaal gedaan. Dus in ieder geval, ja. Ik zie alleen dat ik nog mijn haren moet kammen. Ja, ga ik dat even doen. Dat was ik helemaal vergeten. Kijk, dan doe ik dat zo. 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 En dan is het weer klaar. Picobello. Ja, was ik helemaal vergeten. Dus ja, dan ga ik nog even naar beneden. Kijken wat Linda aan het doen is. Huh? Wat was je aan het doen? Even naar bijen komen, nou. Ah, ik denk dat we daar even nog even de kast dichtmaken. Dus even nog wat vlogs bijkijken. Want ja, we lopen een paar achter. Zoals jullie weten. Dus dat gaan we dan ook wel even doen. Dus even de rollen een beetje omlaag. Dus. Oh. Zo, dan gaan we even heerlijk zitten. Oh la la. Ja, er zijn nog meestal smiddags herhalingen van programma's en zo. Dus dat komt meestal smiddags op de televisie. Linda. Ja. Dus ja, goed. We gaan heel even dat kijken. En dan, ja. Dan neem ik jullie straks mee met eten maken. Ja, wat we eten, dat krijgen jullie nog wel te zien en te horen. Dus in ieder geval, wij gaan dat even doen. En dan zie ik jullie zo. Zo, we zijn even een tijdje verder. En we zitten even op de bank. Onze eigen vlogs even te kijken. Huh? Dus dat is allemaal gedaan. En ja goed, hier lopen we wel een paar achter met deze vlogs. Maar was echt de Belg als gekeken. Maar Luman zo via de file. Echt met die workout. Ja, is heel leuk. Is misschien een tip voor jullie als kijker. Is een DJ workshop of hoe heet dat? Weet ik veel. En ja goed, dan kan je leren hoe je DJ wordt of zoiets. Dus
In ieder geval, dat is gedaan. Ja. Ik was de vlog aan het afsluiten. Oeh, wat een donker licht in één keer als ik hem draai. Dus dat is gedaan. En dan, dan spreken jullie later weer. Ja, ik ga zo Daan halen van het verblijf. En dan zie je ons zo. Ik ben weer thuis aangekomen. En ja goed, ik werd net even gebeld. Het is namelijk zo, normaal wordt Daan rond schooltijd, einde schooltijd wordt hij opgehaald. Ook als wij werken moeten en op de woensdag. Want op de woensdag, weten jullie zelf, is school wat eerder uit, dus 12 en... Ik ga Daan altijd tot 3 uur naar de BSO. Even het geluid even zachter. Ja goed, we zijn nu weer met onze vlogs begonnen. Maar normaal is het van tussen een uur of 3 gaan we missen halen van school. En dan blijft hij ook, wat ik al zei, op het verblijf. Nou, liep ik net richting het verblijf. Dat is bij de school in de buurt. En op een gegeven moment werd ik gebeld van... Ja, goh, hier met de leidster... Of Daan wat later naar huis kan komen. Ik zeg, ja, is geen probleem. Dus ik kwam binnen. Linda zegt, waar is Daan? Ik zeg, nou, die is hier in het park. We hebben een park hier met een kleine speeltuintje. Daar zijn jullie natuurlijk aan spelen. Ik zeg, ja, is geen probleem. Dan laat hem maar even gaan. Hè. Dus ja, goed, dan wordt het even wat later tot hem dan gaan halen. Want we krijgen straks over een uurtje ook nog ongeveer bezoek. En dan gaan we het zien hoe en wat. Dus, maar ja goed, die persoon wil ook niet in beeld. Want is te respecteren. Dus in ieder geval. Maar goed, dat is dus dat. Dat was even een meevaller voor ons eigenlijk. En dan, maar het is ook leuk als hij er is hoor. Echt wel. Dus goed. Dus dat was even een dat. Ja, hij heeft geluk. Want dat is een buitenkind. En hij is buiten. Dus ja. Ja. Dus, en we waren onze vlogs aan het kijken. Dat doen wij ook, hè Linda? Ja. Kijk even wat terug, dus... kijk, en daar is Daan ook in beeld. Daarna, dus, met ons zo. Dat is dat. En dan ga ik Daan straks halen. Kijk. Was de voetbalwedstrijd van Kerkrade West zijn we nog nauw aan het kijken, dus... Maar goed, dat is over een paar dagen is dat wel. En wat te leuk was, we waren daar de wedstrijd gaan kijken. En het zoontje van de juffrouw, die moest toevallig daar ook voetballen. Zit niet bij nee, dat was de andere club. Dat was 2 weken geleden. Oh, dat is waar. Ik wil zeggen, we zijn een keer de juffrouw tegengekomen vandaan. Was het Schinveld? Oh ja, Schinveld. Want haar zoontje moest daar voetballen. Dat was wel toevallig en leuk dat we die juffrouw ook in de middag tegenkwamen. Ja, dat is wel leuk, ja. Dus, klopt, ja, goed. Dat is kindbal. Ja, dus wij gaan even verder kijken. Ja. En dan gaan we inderdaad nogmaals strakjes Daan van het verblijf halen. Ja, het ongeveer op half even en dan, terug, en dan komt dadelijk bezoek. En dan komt nog bezoek, komt dan. Komt gewoon even op visite. En dan is het langs etenstijd. Ja, we zijn nog een doel. De Daan moet gaan zoeken en dan is het voor hem langs de bed. En vanmorgen donderdag, dat is ook weer... Heel goed dat voor iedereen. Ja. Moeten we werken morgen helaas. Dus ja goed, abonneer even allemaal op mijn YouTube kanaal. Ook die mensen wat kijken en niet geabonneerd zijn. Doe dat even alsjeblieft. Want hoe meer abonnees ik dadelijk heb, hoe meer ik kan gaan filmen voor jullie. Dat is één ding wat zeker is. Dus maar in ieder geval, wij gaan even nog even kijken naar de vlog en dan is het dadelijk Daan halen en dan zien jullie ons zo. Het is weer tijd voor Daan te halen, dus ik ga dat even doen. Linda komt ook eraan en we waren de vlog nog aan het kijken, maar dat moet dan heel even strak staan. Want dat is nog iets van nog 5 minuutjes, maar goed, daar is Linda. En dan ga ik eerst eens Daan halen en dadelijk krijgen we nogmaals bezoek. En dan, dan komt alles wel weer goed en wel. Dus, even geluid uit. En dan, het is nog 4 minuutjes, 4,5 minuut nog. En dan is het voorbij. Dus in ieder geval, dat gaan we even doen. En dan zie je ons later.
bezoek is net ook de deur uit. En ik wil inderdaad het eten gaan maken. Dus vandaag eten we aardappeltjes. Die moet ik dadelijk even pakken. En de jus. Chroma jus. En de varkenslapjes. En de bakboter hebben we dadelijk ook nodig. En even kijken wat voor groenten. Ik denk witte bonen bij varkenslapjes. Nee, sperziebonen. Oh, dan weten jullie dat ook. Dan eten we sperziebonen erbij. Dus ik ga eerst even aardappeltjes schillen en even pakken. En dan zet ik het op het vuur. Zo, ik heb de aardappelen gepakt. Kijk maar. Dus die ga ik heel even schillen. En dan neem ik jullie dat gezellig ook mee. Dus, ja, was wel gezellig. Dus we hebben over van alles en nog wat gehad. Dus ja goed, alleen die persoon wil niet in beeld. Ja goed, is te begrijpen. Dus, maar het was wel gezellig. Dus ja, en Linda? Ja, even drinken voor de maken. Ja. Ik ga even aardappeltjes schillen. En dan is dat ook weer. Ja, we zijn een beetje aan de late kant, maar dat maakt niet uit. Huh? Maakt niet uit. Zo. En ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog van gisteren. Wij wel in ieder geval. Tenminste, van de vlogs wat we hebben gekeken. Dat wij een paar dagen achterlopen. Dus dat is ook wel weer fijn om ook weer thuis te zijn. Ja. Ja. Zo schillen we verder. Dus dat is Linda. Ik ga heel even verder. Dat is Linda. Hallo. Achter mij. Ik kom even de kat verzorgen. Ja, ik ga even verder met schillen. En dan zie ik jullie daar. Zo. Zo, ik heb de aardappelen heb ik geschild. En wel, hier staat nog een vaat. Maar dat komt later. Ik ga nu even het vlees bakken. En de groenten erin doen. En dan is dat ook weer klaar. Dan kan ik dat klaswerk morgen vroeg meenemen, voor ik naar mijn werk ga. Breng ik het altijd naar de klascontainer. En dan, ja, dan is dat ook weer weg. Dus, ja. En morgen komen ze papier ophalen. En dat plastic komen ze ook ophalen. Dat is ook wel weer fijn. Dus, ja goed. En zo ruimen we ook op, om het te zeggen. Dat erin. Even gelijk de vader, dan zijn we het kwijt. Hè? Dat ja. Opruimen. Lekker opruimen, lekker opruimen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Lekker opruimen, lekker opruimen. Ja, ja. Ja, ja. Zo. Kijk, en dan is het weer netjes opgeruimd. Dus ik ga heel even verder ermee. Want dan neem ik jullie gewoon gezellig mee. Dus, ja goed. Ach, heb ik daar boter in? Neem ik toch. Ach ja. Ben je verkeerd hier? Ja, dat lijkt een beetje op, ja. Ja. De leeftijd zullen we maar zeggen. Ja. Zo. Zo. Dat even pakken. Een pollepel. Ja, en de wasmachine doet het gelukkig weer.
Dat is ook wel weer fijn dat die weer gemaakt is. Dus ja, goed. Want ja, afgelopen weekend deed de wasmachine het echt heel raar en rare geluiden en zo. En dan hebben we de dag daarna gelijk opgebeld. En dan kon die gisteren langskomen. Dus ja, goed. Het is nou eenmaal zo. We kunnen er niks aan doen. Dat zijn gewoon apparaten. Ja, goed, dat slijt, hè. Dat slijt gewoon. Dat kan. Ja. Zo, het vlees er wel in. Heerlijk. Dat halen we even eruit. Dan spoelen we dat gelijk even om. Zo. Ja, morgen komt ook een papier wat ik al zei. Dat is ook wel weer fijn. Dus. En dan is hij ook weer leeg. Want ik heb de container hebben we vol. Dat is een smalle container. En dan had ik een doos op en dan hebben we nog zo'n klein doosje. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, dat is een klein doosje. En ik moet even het vlees omdraaien. En buiten staat de rest eigenlijk. Dus, ja, en zo draaien we het vlees om. Yes! Oh, dat ga ik zo even. Kijk, want dan kan ik gelijk dat glaswerk buiten op de container leggen. En dan hebben we hier, zie je, dat kan ik morgen vroeg buiten zetten. Dus ja, gelijk even plastic weg doen. En dit wordt ook morgen opgehaald. Dus de rotzooi wordt morgen opgehaald. Inclusief die kleine doos. Dus ik ga hier even... Ja, gas van de boontjes aan. Even een roeren. En hier, oh, het begint te spetten. Het was een spetten. Ja. Is nog plastic, even weggooien. Ja, ja. Plastic, ja goed, dan hier wat blaadjes. En die komen hier vandaan. En het is mooi weer tegenover vorige week. Ja goed. Het is niet anders. Dus, en dan gaan we weer naar binnen. Ja, dan zit hij hier. Daan is even huiswerk aan het maken. En dan zit hij even rustig op de bank. En ik moet even een nieuw kukrol even pakken, want die is nat geworden. Dus dat ga ik hier even doen. Zo. Kijk eens. Zo, dat is weer schoon. En wel, Andres, dat komt straks wel weer. Ja, en dan heb ik hier die chroma. Maar nu las ik, gisteren had ik dat zo erin gedaan. Ik ben er water vergeten in te doen, bij te doen. Dus dat doen we dan vandaag. Want ik had echt van die korreltjes zaten er nog in. Ik denk, hé, dat is niet goed. Maar het was wel heel lekker, moet ik zeggen, die jus. Want dat is dan ook wel weer fijn. Dus... Ik ga jullie even verder. Oh ja, wacht. En Linda heeft de tafel gedekt. Heeft ze het ook gedaan. Zoals jullie zien. Dus we moeten alleen nog drinken. Maar dat komt dan dadelijk wel. In ieder geval. Wij zijn nog heerlijk aan het koken. Tenminste ik. En dan ja, neem ik jullie daar gezellig mee. Ja, en betreft de boter. Aldoende leert men. Hè. Dus ja, goed. Oh, Linda gaat even naar de gang. Ik denk dat er iemand voor de deur staat.
Dat kan. Ja, staat een klasgenootje voor de deur. Ja, die woont hier ook hier in de buurt. Hier achter eigenlijk. Dus die kwam vragen of Daan buiten ging spelen, maar. Ja goed, we gaan dadelijk eten. Hè. Oh. Ja goed, en zo koken we gezellig verder. Ik vind het wel fijn om met jullie zo gezellig te praten, dus ja. Dus. We gaan even verder. Zo, de aardappeltjes zijn aan het koken. Dus die moeten nog een kleine 20 minuutjes nog. En de groente is ook al aan het koken, aan het vlees, ja. Dat moet ik continu even in de gaten houden, dat het niet te zwart wordt, anders is het ook niet lekker. Dus. Maar dat is in ieder geval dat. En dan ja, moeten we nog even wachten. Zo, de aardappelen en zo, dat is allemaal klaar. Ik ga de jus maken met water. Ja, goed. Heb ik de maatbeker en dat doe ik dan even zo. Even zo. Eerst even laten smelten. En doe ik dan even water erbij. En goed, dan is huiswerk even aan het maken. Ja goed, dat wil ik toch even af hebben voor volgende week. Dus, want in groep 5 had hij al een paar keer huiswerk meegekregen. En ja goed, dan moet het toch even gemaakt worden, hè? Gebeuren wil ik zeggen. Ja, dat ook, ja. Ja, zo, even de jus snel laten smelten zo. En als het helemaal gesmolten is, dan begint het al bijna. Dan doe ik even water zo erbij. Ja, in principe vind ik het prima, zo maar ja. Zo. Zo water erbij. Dan ga ik even. En op de verpakking stond voor dat hele ding 1500 milliliter. Jus, of water bedoel ik. Dus, maar nu ga ik het wel goed doen dus. Ja, en dadelijk gaan we de aardappeltjes afgieten. Gisteren, ik weet niet hoe het kwam, ik denk het gaat zo lekker. Het was ook heerlijk, die chroma jus. Echt fantastisch. Maar ja goed, ik had niet zo goed op de verpakking gelezen. Eerlijk gezegd. Maar nou. Het ziet er nou ook meer uit als jus, dus ook even zo roeren. Ja, dat is klaar. De aardappeltjes zijn klaar. En de boontjes zijn ook klaar. Dus alleen de jus nog even. Ik ga nog even verder roeren. En dan zie je dadelijk het resultaat. Zo, er staat niks meer op het gas van huis. En dit ruimen we straks wel even op. Dit eten staat heerlijk op tafel. En dit is het resultaat. En ik ga lekker dunner eten. Wij gaan heerlijk eten. En dan is het dadelijk opruimen en het vaste ritueel voor ons. Dus, wij gaan heerlijk eten. En dan spreek jullie later alweer. Zo, we zijn klaar met eten. En we waren bezig met afruimen. Dus. Dat gaan we eerst even doen. Daan is televisie aan het kijken, tv aan het kijken. En dan zie ik jullie zo. We zijn even een tijdje verder en de tafel is afgeruimd en wel. En de aanrecht is ook weer mooi schoongemaakt. Ik heb het ontbijt klaargezet voor morgen vroeg. Want we hebben geen zin om morgen vroeg nog alles klaar te zetten. Daarom zet ik het een dag van tevoren.
Dus, in ieder geval, Linda zat hier op de bank. Daan was nog een toetje aan het eten. Ja, die gaat zich dadelijk douchen. Ja, ik zet even het geluid even uit. En ja, goed, dan gaan we de vlog gaan we afsluiten. Dus laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Ja, dat is hartstikke leuk en fijn. En dan ga ik de vlog afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zien we ons de volgende vlogs. En abonneer even op mijn YouTube kanaal. En blauwe duimpjes alsjeblieft. Doei. Tot de volgende vlogs. Doei.